Waarom heb je een tunnel van 27 kilometer nodig om het allerkleinste te zien? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Het is natuurlijk heel fascinerend dat als je een klein object wil zien, dan nemen mensen een bril zoals ik nu draag, of als je iets kleiners wilt zien, dan neem je een microscoop en dan kan je objecten zien. De grootte van een viruscel, het miljoenste van een meter, tien 10 tot de min zesde meter, een micrometer. En als je dan nog kleiner wil kijken wat er in die cel zit, dan krijg je problemen. Maar hoe komt dat nou? Dat komt, en dat is verklaard door de gebroeders de Broglie begin vorige eeuw, eh, zo rond 1925. Die de broeders de Broeien, die hadden daar een verklaring voor. Als ik naar het spectrum kijk van het licht... Dan zie ik dat er verschillende golflengtes zijn. Die golflengtes die lopen van een halve micrometer tot ongeveer 600 nanometer, punt 6 micrometer. Nou is het idee daarachter dat binnen dat spectrum, dat als je iets wilt bekijken, de afmetingen van wat je kunt zien, zijn de afmetingen van de golflengte van het licht. Nou, onze ogen zijn gevoelig voor dat spectrum van diep rood tot diep paars. En daarbuiten zullen die golflengtes wel doorlopen, maar daar zijn onze ogen niet gevoelig voor. Dus willen we iets kleiner zien dan die afmetingen van orde van een halve micrometer, dan moeten we iets speciaals doen. Rond 1900 vond er een revolutie plaats. In de zin van dat opeens het idee opkwam van dat golven en deeltjes synoniem aan elkaar waren. En dat kun je als volgt interpreteren. Als ik nou naar een lichtdeeltje kijk. Dan is dat tegelijkertijd een lichtgolf. Dat hebben we net gezien met, als we kijken naar de regenboog, dan zien we die verschillende kleuren, verschillende golflengtes van het licht. Als ik nu naar deeltjes kijk, dan kan ik dat op dezelfde manier interpreteren. Dus ik kan een apparaat construeren waarmee je kleinere golflengtes maakt, maar nu, dat doe ik nu niet met lichtdeeltjes, maar met bijvoorbeeld elektronen. En iedereen heeft er wel eens van gehoord, de elektronenmicroscoop. Je kan een elektronenmicroscoop construeren, dat ziet eruit als de ouderwetse beeldbuis. Dat is een. Bundeltje elektronen, die schiet ik op een oppervlak en dan ligt het oppervlak op, en dan heb ik de ouderwetse beeldbuis van de televisie. Nou, als ik dat, die, dat bundeltje elektronen nu laat vallen op een object wat ik wil onderzoeken, dan spatten die elektronen daarvan af. En nu kan ik daar niet meer met mijn oog naar kijken, maar heb ik een elektronisch apparaat nodig. Bijvoorbeeld een pixelsensor, zoals die in de camera zit. Die is Energiegevoelig, lichtgevoelig, energiegevoelig, synoniem in dit geval. En dan gebruik ik niet mijn hersenen om dat beeld te reconstrueren van de optische microscoop, maar een computer. Dus die computer neemt de functie van mijn hersens over. Wil je nog kleiner zien, dan zul je op een gegeven moment die energie, de golflengte van die elektronen, kleiner moeten maken. Je wilt kleinere objecten zien, kortere golflengtes. Dus ik moet meer energie in die elektronen stoppen. Nou, ik kan verschillende elektronmicroscopen op elkaar stapelen. Wordt die golflengte kleiner, maar op een gegeven moment houdt het op. Dan wordt die buis enorm veel, veel, veel langer. Dus daar moet ik echt moeite voor doen. Kijk ik bijvoorbeeld naar de afmetingen van een atoom. Dat is iets van een factor 10.000 keer kleiner dan de afmetingen van een viruscel. Dan praat ik over 10 tot de min tiende meter. Wil ik vervolgens kijken, dat kan ik goed waarnemen met een elektronenmicroscoop. Wil ik vervolgens inzoomen. Op wat er in dat atoom zit. We weten dat daar inmiddels een kern in zit. Die kern bestaat weer uit uh, verschillende onderdelen. Dit is een beetje een schaalmodel uh, met verkeerde afmetingen, want die wolk elektronen die hier om, dat, om die kern heen zweeft, die afstand tussen die kern en die elektronen is ongeveer een factor 10.000 keer te groot weergegeven. En die kern is ongeveer 10.000 keer kleiner. Dus dat betekent dat ik in plaats van een elektronenmicroscoop, moet ik nu een apparaat maken wat golflengtes bereikt, wat een factor 10.000 keer kleiner is. Dan nou, wil ik vervolgens inzoomen op die kern, dan moet ik nog een stapje verder. Nou, dat leidt ertoe dat je een grote supermicroscoop moet bouwen. Een, zo een supermicroscoop à la de Large Hadron Collider in uh, Genève. Dus die, die supermicroscoop, die Large Hadron Collider, die kan in die kern kijken en zelfs in die deeltjes die daar zitten, hebben we gezien dat daar ook nog substructuur is. Dus er zitten weer elementaire deeltjes in. CERN heeft een groot versnellercomplex. Dat zie je hier op de achtergrond. Je ziet hier de deeltjes worden versneld in een kleine versneller. Vervolgens worden die deeltjes naar een grotere versneller gebracht. Je ziet allemaal pakketjes rondlopen. Die pakketjes worden vervolgens weer naar een grotere machine gebracht en de Laatste machine die je hier ziet is die Large Hadron Collider. Die heeft een lengte van 27 kilometer. Die pakketjes draaien daarin rond. In dit, dit, in dit geval zijn dat geen elektronen, maar het zijn waterstofkernen, dus protonen. Die protonen die draaien tegen elkaar in rond. En op bepaalde punten kunnen die op elkaar gericht worden. En dan vinden de botsingen tussen die protonen plaats. En dat betekent dus dat die protonen golflengte hebben waarmee je het binnenste van die protonen kunt analyseren. En dan hoop je dat er in die botsingen structuur tevoorschijn komt. Dus hele violente botsingen. Daar komen op een gegeven moment een hele hoop brokstukken uit zetten. En die brokstukken die wil je analyseren. Nou, hoe kun je die, die deeltjes nou versnellen en in hun baan houden? Dat betekent als je ze een hele hoge snelheid meegeeft, dan moet je ze afbuigen. Ze zijn gelukkig geladen, die waterstofkernen. Dus je moet ze een beetje de bocht om helpen. Dus je moet je een tikje geven en dat doen we met magneetvelden. Nou, doe je dat met een klassieke magneet bij kamertemperatuur, dan lukt je dat niet bij, bij deze hoge snelheden, deze hoge energieën. Dus dan moeten we naar een speciaal type magneet, en dat noemen we een supergeleidende magneet. Als je naar ongeveer 270 graden Celsius onder nul gaat, dus bijna het absolute nulpunt in temperatuur, dan gaan metalen bijvoorbeeld, krijgen andere eigenschappen. Hun oomse weerstand valt weg. Dus dat betekent dat als er een stroom doorheen gaat lopen. vinden er geen verliezen in die stroom plaats. Er vindt geen warmteontwikkeling plaats. Dus je kunt er grotere stromen in stoppen. Dat betekent dat je magneetvelden ongeveer tien keer zo groot kunt maken. als bij een klassieke magneet. En dat is bij wat er gebeurd is bij CERN. Er zijn iets van 10.000 van die supergeleidende magneten geïnstalleerd. Hier is een voorbeeld van zo'n magneet. Dat is een complexe structuur. Binnenin zijn twee dunne pijpen te zien. waar de. Die deeltjes in rondlopen. Alle apparatuur daarbuiten is de koude massa. Dus dat is op een temperatuur gebracht van 271 graden onder nul. En dat moet constant op die temperatuur blijven zitten. Vervolgens worden die magneten aan elkaar verbonden. En dat is een kritische, kritische gebeurtenis. Die moeten netjes aan elkaar gesoldeerd worden, gelast worden. Dat lassen is helaas een keertje misgelopen in het verleden. En. Dat is een aardige anekdote. Op het moment dat daar te veel weerstand ontstond tussen twee magneten, is dat opgaan warmen. De, het vloeibaar helium waarmee gekoeld werd, is in een gasvorm overgegaan, de boel is geëxplodeerd. En vervolgens is alle lucht in die tunnel is bevroren omdat het zo super koud was in dat, binnenin die magneet. Het is de koudste plek in het heelal, die 271 graden onder nul. Want als je naar de hemel kijkt, bijvoorbeeld, en je vergeet even de zon en de sterren. Je kijkt naar de donkere plekken in het heelal, dan meet je iets van 2,7 Kelvin. Dus dat is 2,7 graden vanaf het absolute nulpunt, terwijl we hier 2 graden vanaf het absolute nulpunt zitten. Dus het is het koudste, de koudste plekken in het, in het heelal. Nu hebben we gezien, die deeltjes die worden versneld, die komen in pakketjes, lopen die door de machine heen, twee kanten op. En vervolgens worden die deeltjes op elkaar gericht. En dan moeten ze met elkaar in botsing komen en dan wil je analyseren wat er uit die botsingen komt. Dat zie je in deze animatie. De deeltjes komen van links en rechts binnen, ze komen met elkaar in botsing. En je ziet hier allemaal nieuwe deeltjes tevoorschijn komen. Zeg maar de, de blokstukken die uit, de, uit die violente interactie tussen die twee waterstofkernen komt. Nou, het doel van zo'n experiment is natuurlijk om al die deeltjes in te vangen. Om de identiteit van al die deeltjes die eruit komen te bepalen. En dan uit te vissen van wat daar oorspronkelijk gebeurd is. binnen in die botsing tussen die twee waterstofkernen. Nou, het apparaat wat je daarvoor nodig hebt, omdat er ook hele energetische deeltjes uit komen zetten. is heel erg groot. Dat heeft afmetingen van het paleis op de Dam. Maar nu is dat 100 meter onder de grond gebouwd. in die grote ring van de Large Hadron Collider. En dus dit, zei, dit is ongeveer de afmetingen van het apparaat. Nou, als je dan inzoomt op dat, op, op dat apparaat, dan zie je daar supergeleidende magneten zitten. Dat zijn die grote buizen die je hier rondom ziet lopen. Dat zijn de grootste supergeleidende toroïdes die er ooit gebouwd zijn. Die zijn bedoeld om de deeltjes die eruit komen en elektrische lading hebben af te buigen. En uit de afbuiging kun je aflezen van hoeveel energie die deeltjes hadden. Dan ga je verder, zoom je in. Naar binnen, dan wil je de energie van al die individuele deeltjes meten. Dus die grote cilinder, die er nu hier binnen die supergeleidende magneten naar binnen wordt geschoven. Daar probeer je zoveel mogelijk deeltjes te vangen, echt te absorberen en die energie te meten van elk individueel deeltje. Dus die cilinder is helemaal gesegmenteerd. Als je dan verder inzoomt, dan kom je op dichter naar dat botsingspunt toe en dan wordt het aantal deeltjes, wat door een klein oppervlakte vlakte gaat van die botsing, wordt natuurlijk steeds groter. Dus je moet de segmentatie van die detecten steeds beter maken. Steeds kleiner oppervlakte, gevoelige oppervlakte. Die cilinder die we zagen, die erin is geschoven, die moet ook aan twee kanten afgedekt worden. Je wil niet dat in de voorwaartse richtingen, dus in de richting van waar die protonen kwamen, dat daar deeltjes ontsnappen. En vervolgens, als we dan inzoomen naar dat, naar dat centrum. Dan zien we dat daar een groot aantal hele specifieke detectoren zitten. En die zijn gebaseerd op half, tegenwoordig op halfleider technologie. Dus eigenlijk een soort, soortgelijke technologie als wat gebruikt wordt in computerapparatuur. Nou, als we verder gaan, dan ziet u hier, we komen steeds dichter bij dat bundel, bij dat botsingspunt. Die bundel die loopt hier midden doorheen. En uiteindelijk komen we bij die violent, violente botsingen terecht. Nou, als het nou een enkel proton was wat op een enkel proton zou, zou botsen, dan zou het allemaal te behappen zijn. Maar dit gebeurt elke 25 nanoseconden, dus dat is 40 miljoen keer per seconde. En het is niet één proton dat één proton tegenkomt, maar dat zijn er iets van 10 miljard die elkaar elk moment tegenkomen. Dus elke 25 nanoseconden, 10 miljard, meer dan 10 miljard protonen op 10 miljard protonen, dan hoop je dat enkel elkaar raken en vervolgens krijg je daar allemaal... Deeltjes uit te zetten. Nou, dit, dit is een plaatje van als we die detectoren rond dat middelpunt, rond dat botsingspunt benutten. we reconstrueren waar de geladen deeltjes heen gevlogen zijn. dan zien we dat hier langs de horizontale as verschillende proton-protonbotsingen hebben plaatsgevonden. Nou, dat levert je enorm hoeveelheid meetgegevens op. Er staat eigenlijk een superpixeldetector, een supercamera die 40 miljoen foto's per seconde kan maken. Dat levert een gigantisch hoeveelheid data. Nou, CERN staat bekend niet alleen voor zijn grote versnellers. Het is ook uh, de uitvinder van het World Wide Web. En dit heeft geleid tot een nieuwe ontwikkeling. En dat noemen we het, het Computer Grid. We produceren zoveel data dat we dat lokaal niet op kunnen slaan. Dat moeten we meteen de wereld insturen. En alle computercentra van universiteiten en wetenschappelijke instituten... moeten we benutten om de data daar te verzamelen. Dus dat betekent dat als ik achter mijn bureau ga zitten in Amsterdam... in mijn laboratorium, en ik zeg op die datum... Om die tijd wil ik die botsing zien. Dan weet ik eigenlijk niet waar die gegevens opgeslagen zijn. Dat kan in China zijn, kan in de Verenigde Staten zijn. Dat de hele schil die over dat computernetwerk hangt, die doet dat administratie voor mij. Ik maak een selectie en die informatie krijg ik dan op mijn bureau. Waarom hebben we dus die 27 kilometer lange tunnel nodig? Nou, het antwoord is eigenlijk eenvoudig. We wilden helemaal binnen in die materie kijken. Ik gaf al aan dat model wat hier hangt. We zoomden in op het atoom, vervolgens zoomen we in op die kern. We kunnen dan inzoomen op wat er in die kern zit. Er zitten protonen en neutronen in. We kunnen inzoomen op de protonen, en dan zien we kwark zitten. En misschien houdt het daarop. Daar op. Dan lijkt het op dit moment op, want onze machines zijn nog niet krachtig genoeg om daar substructuur weer in te ontdekken. Maar er was nog een soort heilige graal waar we naar op zoek waren. En dat was dat beroemde, beruchte Higgs-deeltje. En dat was eigenlijk waar we naar zochten. Goud zoeken bij deze machine. In al die botsingen zat een handvol botsingen. En die simulatie die u heeft u net gezien. Een, typische gouden, een typisch gouden gebeurtenis, een gouden botsing. Wat een kenmerk is voor dat Higgs deeltje. Zo'n botsing waarbij die vier blauwe deeltjes naar buiten komen zetten. Hele stijve treks, hele energetische deeltjes... Die gaan dwars door de detector en die worden in de buitenste sensoren van het grote apparaat Atlas gemeten. Dat is de missie van het